Ik heb gekozen voor easing stress. En eigenlijk voornamelijk gewoon omdat ik van heel veel deadlines, dat hoort ook gewoon een beetje bij de universiteit, dat daardoor ik gewoon best wel veel stress opbouw heb. En daarom dacht ik, dit kan een beetje rust geven in mijn leven. Ja, het voelt niet alsof je echt hier bent, maar eigenlijk in een andere plek eigenlijk. Een plek van kalmte. Ja, mindfulness is een soort houten huisje, zoals je kan zien. Je kan daarin zelf allemaal kleuren instellen. Het is eigenlijk een soort, alsof je een andere omgeving binnenstapt vanuit de drukke wandelgangen hier. We staan hier op de eerste verdieping van het Huygens. En door dat nest binnen te gaan, heb je het gevoel dat je echt even weg bent van de dagelijkse drukte van het universiteitsgebouw. Ik denk dat mindfulness een heel mooie manier is om te gaan met stress. Het is denk ik vooral belangrijk dat je tijdens het studeren of op andere momenten dat je ervoor zorgt dat je stressniveau niet te hoog wordt. En ik denk dat mindfulness daar heel erg bij kan helpen. Het kan denk ik fijn zijn om even een momentje te pakken om even op jezelf te zijn, even te mediteren, even tot rust te komen, even op te laden. En ik denk dat dat kan helpen dat je daarna er weer tegenaan kunt, dat je weer meer concentratie hebt. Mindfulness geeft je een aantal verschillende opties om op te focussen. Dus je kunt verschillende programma's kiezen. Zo heb je bijvoorbeeld iets voor stress, voor focus, voor ademhaling. Dus je hebt eigenlijk een aantal thema's om meditatie op te richten. Je kan het ook meer een soort van rustmoment noemen. Of je kan gewoon lekker naar muziek luisteren. En het is natuurlijk zo, mindfulness heeft een hele tijd in het hele zweverige hoek gezeten. Tegenwoordig is er natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, waardoor het ook gewoon makkelijker wordt om erin te gaan. En als je zelf de ervaring hebt om een keer relaxter te voelen voordat je een tentamen ingaat bijvoorbeeld, of dat je juist als je heel erg een dip hebt met studeren, dat je weer even opgepept bent, dan heb je gewoon zelf de ervaring en dat helpt het meeste. Ik merkte dat het mij behoorlijk hielp om gewoon even een paar minuten echt wat anders te doen en even je hoofd leeg te maken. Dus alleen al als je net een onderbreking nodig hebt van de drukte van de dag, dan helpt het al best wel. Maar ook die langere programma's kunnen wel even helpen om wat meer stil te staan op wat je nou aan het doen bent als student. En even te denken, oké, ik zit niet alleen maar in mijn alledaagse sleur. Ik kan ook even met afstand kijken naar hoe gaat het nou met me. Je neemt echt een moment voor jezelf in feite. Ja, ik vind het heel mooi dat het er is. Ja, ik vind het mooi dat de universiteit dit biedt. En ik denk dat heel veel studenten hier heel veel aan kunnen hebben. Ja. Mindfulness kan je vinden op de eerste verdieping van het Huygens. Je kan hier in principe altijd binnenlopen. Alleen als het rode lampje brandt, dan is iemand anders hem aan het gebruiken of is hij even aan het ventileren.